Wat vind je van het decor? Mooi. Huiselijk. Ja, leuk. Die plantjes, daar kon er niet een gezellig bakje omheen. Nee, het is net een tuincentra. Dat is precies waar Merel erg van houdt. Tuincentra of wietplantage. Maar het is veel Scheveningen. Natuurlijk. Ja, het is allemaal veel Schevenen. En Merel, je bent blij dat je eindelijk weer naast je vriend Pieter zit. Ja. Want wat ja. heb je gemist, Pieter? Fijn, hè? Ja, Pieter, die, ja. Pieter die toch nou? niet gecanceld is, hè, begreep ik. Maar... Nou ja, ik dacht altijd dat je uitgenodigd moest worden. Ik ben vandaag ook maar op eigen doft gekomen. En tot nu toe gaat het goed. Iedereen denkt erbij. Die kruk moest erbij geslepen. Maar zonder Merel, mijn mantelzorgster, ja, voel ik me ontheemd. Ja, maar even nog voor de duidelijkheid. Je bent dus niet gecanceld. Ben je ons gecanceld? Ja. Nee, natuurlijk niet. Hij is gewoon welkom. Ja, natuurlijk. Maar als we Pieter nodig hebben, dan bellen we hem toch? Het kost natuurlijk veel make-up, Pieter. Maar als iemand hier 3 weken niet geweest is, is hij gecanceld. Nee, maar ja, elke keer als Pieter geweest is, zeg je... Wieke, is je voor €300 make-up doorheen, joh. Ja. Ja, dat krijgt ze niet vergoed, begrijp ik? Nee. Dat moet ze zelf betalen. Nee, maar ze neemt nu een emmer voor mee. Ja, maar je krijgt normaal is het ongeveer €15 per persoon. Maar bij Pieter zit je al aan 300. Het is niet aardig. Fiets is achterop, doet ze met een beetje. Nou, dit niveau kan je hebben. Dit niveau, die kunnen we even zien. 5 minuten voorbij. Ja. Nee, ik ben nooit gecanceld geweest. Er heeft 2 keer iets in de mediakrant gestaan, maar heeft mij nooit iets gevraagd. En ik heb met onze vriend Derksen afgesproken vorige keer nog een keer sigaren voor zouden roken. Dat moet nog gebeuren, want ik moet het wel zelf betalen natuurlijk. Ja, en die zijn best duur. Ja, die zijn duur. Het wordt hele grote, zal ik je vertellen.